abnormaal, asociaal, agressief. In Dashcam laten we u gevaarlijke en opmerkelijke verkeerssituaties zien in Nederland. Hoe konden ze ontstaan en wie zijn de mensen die soms met gevaar voor eigen leven moeten handelen? Ja, dit is werkelijk te zot voor woorden. Vandaag rijdt de Dashcam over de E34 richting Antwerpen. Daar krijgt Perry Michel te maken met een heet hoofd eerste klas. Is er iets? Mankeer je iets? Perry is met zijn dochter niets vermoedend onderweg naar Antwerpen. Wanneer hij bij de oprit naar de snelweg vanuit het niets plotseling wordt geramd door een BMW X3. Ongelooflijk, ik was geschrokken, mijn dochter was ook geschrokken. En dat is ook niet zo gek, want deze bestuurder lijkt totaal geen oog te hebben voor zijn medeweggebruikers. Hij gaat als een gek over het fietspad en belandt bijna in de berm om deze manoeuvre überhaupt te kunnen maken. Het is voor mij dan ook overduidelijk dat hij schuld heeft aan dit ongeval. De bestuurder is wel zo netjes om na het incident zijn BMW direct aan de kant te zetten. Maar dan wordt Perry voor de tweede keer verrast. Die mevrouw kwam meteen uit de auto, kwam direct naar mij gestapt en ze wijst naar de schade op de achterklep. Hier ga je voor boete, want jij bent bij ons achterin gereden. En zo valt Perry van de ene verbazing in de andere. Ik zeg mevrouw, dat is niet waar. Ik zeg, jij hebt mij aangereden. Maar deze mevrouw heeft er duidelijk alles voor over om het ongeval in de schoenen van de onschuldige Perry te schuiven. Daarbij wordt zelfs gedreigd met invloedrijke vriendjes. Begint ze te spugen in mijn gezicht en te zeggen van, wij zijn lid van de Rotary Club. So what? Ja, ik ben blij dat ik niet getrouwd ben met deze mevrouw, want je kunt wel zien wie hier de broek aan heeft bij dit stel. Ik denk alleen dat deze vrouw beter haar man had kunnen uitschelden voor zijn rijgedrag in plaats van Perry de les te lezen. Hij heeft gelukkig alles gefilmd en het keiharde bewijs in handen. Maar ondanks dat bewijs wordt het op de toerit naar de E34 van kwaad tot erger. En eindigt deze verhitte discussie bijna nog in een ordinaire vechtpartij. Ja, deze hele reactie is natuurlijk lachwekkend en hoort niet thuis op de snelweg. Wat er ook gebeurt, je blijft van elkaar af en gaat niet staan duwen of spugen. Ik moet wel toegeven het heel jammer te vinden in dit geval dat er geen geluid bij het filmpje zit. Want ik ben erg nieuwsgierig welke onzin deze mevrouw hier aan het uitkwamen is. Rare reactie, eigenlijk nog nooit niet gezien. Abnormaal vind ik zoiets. Heeft u ook een opmerkelijke video gemaakt met uw dashcam? Of kent u een verkeerssituatie die levensgevaarlijk is? Mail dan de redactie en wie weet zien we uw video dan een volgende keer in dashcam.